Jerren, hartelijk welkom bij FC Den Bosch. Je hebt Dankjewel. Er al een trainingsstage op zitten. Nu teken je contract. Wat is je indruk van de club die je in die periode gekregen hebt? Ik heb een hele goede indruk gekregen van de club. Ik heb een week stage gelopen. Het beviel goed. Leuke jongens. Dus ik kan goed met ze overweg, denk ik. En de visie die de club heeft, vind ik ook heel mooi. En ik denk dat ik daar goed in pas. Ja, wat sluit gewoon zo goed aan tussen jou en de visie van de club die je benoemt? De ambities die ze hebben, waar ze naartoe willen gaan. En ik denk dat het voor mij en voor het team een goede stap is ook. Je bent begonnen in de jeugd bij Feyenoord. Kun je meer vertellen over je voetbalavontuur daarna? Ik ben ingestapt in de jeugd van Feyenoord onder 18 tot en met jong. Daarna 2 jaartjes bij Dordrecht gespeeld, ook keukenkampioen. En toen 2 jaartjes in het buitenland gevoetbald. En nu ben ik weer terug in Nederland. Wat voor bagage neem jij mee uit jouw periode in het buitenland ten opzichte van hier in Nederland? Ik denk veel fysiek, wat ik daar heb meegekregen. Dus het fysieke aspect. En ik denk, ja, dat is het wel zo'n beetje. Je bent een middenvelder. Wat voor type middenvelder ben jij? Een bewegelijke middenvelder. Met loopvermogen, techniek, inzicht. En ik kan ook wel een goaltje maken. Kijk, dat horen mensen graag. Zijn dat dan gelijk persoonlijke doelen voor jou? Om te laten zien dat je inderdaad die techniek, dat loopvermogen hebt en dat je een goaltje kan maken? Ik denk elke wedstrijd dat laten zien. Eerst natuurlijk laten zien dat ik moet starten. En daarna elke wedstrijd laten zien dat ik in de basis hoor. En natuurlijk mijn steentje bijdragen aan het team. Hoe is het eigenlijk gegaan dat je hier terecht gekomen bent? Je kwam eerst op stage. Hoe is dat allemaal gelopen? Hoe is die bal gaan rollen? Ja, een week stage gelopen. Een oefenwedstrijd meegespeeld. En dat is allemaal goed gegaan. En ze toonden eigenlijk direct interesse. Beviel het goed van beide kanten? Ja, zeker. Dat viel gelijk goed. Heb je gesproken met de trainer ook? Ik heb gesproken met de trainer, de technisch directeur. Een goed gesprek gehad. En daar hebben ze mij hun ambities gezegd eigenlijk. Hebben ze wel een plan aangeboden? Ja, inderdaad. Oké, voorbereiding start over 2 weken. Wat is je eerste doel wat je voor jezelf zet? Fit zijn. Niet geblesseerd raken, fit zijn. En zo fit mogelijk starten eigenlijk, ja.